Hoi, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Het is vandaag woensdag en dat betekent dat vanmiddag de kinderen weer terugkomen van hun vader. En ik de afgelopen 4-5 dagen best wel veel heb gewerkt. Dus ik probeer vandaag een beetje alles in het huishouden te doen. Mijn droger die staat nu aan om zoveel mogelijk van bedden goed droog te maken. Ik heb vanochtend vroeg namelijk al de bedden van de kinderen daarin gedaan, in de was. Dus die zijn dan als het goed is droog en schoon. Tegen tijd ze terugkomen en dan kunnen ze vanavond in een schoon bedje gaan liggen. Ik heb ook vanochtend al alle boodschappen gehaald voor de komende 12 tot 14 dagen zeker wel. Als goed is die video al online, kan je die kijken. Ik ben best wel druk bezig geweest en ik ben zelf langs Action geweest. Want ik wou voor de Pasen die kleine plastic eitjes gaan vullen en dan door de tuin gaan verspreiden. En dat deed ik dan altijd graag niet alleen maar snoepgoed in doen, maar ook speeltjes en dingetjes. Dus ik dacht dat haal ik bij de Action. Maar het viel me wel tegen. Maar ik zal laten zien wat ik wel allemaal bij de Action heb gevonden. Eigenlijk altijd als ik bij de Action naar binnen ga, haal ik voor Boris van die Denta Sticks mee. Ik geloof dat dit 99 cent is voor 7. Nou, dat is, kan je eigenlijk geen buil aanvallen. Ja, 7. Dus die neem ik altijd even mee. Ik wou even kijken of ze misschien bijvoorbeeld kleine stoepkrijtjes hadden. Of gewoon schoolbordkrijtjes of zo die erin pasten. In die paaseitjes. Maar dat hadden ze niet. Dus ik heb gewoon grote meegenomen. Ik vind ze vast en zeker ook leuk. Ik heb wel een extra grote bellenblaas meegenomen. Want ik had nog vorige keer bellenblaaszaden daar gehaald. En die zijn aardig eentje leeg aan het raken. En ik dacht, ik heb boven nog die hele kleine bellenblaasjes die je in een uitdeelzakje kan doen. Dus misschien passen die daar wel in die paaseitjes. En als ze daar toch mee aan de slag gaan, is het ook wel leuk als het aangevuld kan worden. Ik heb dan van die mouwan snoepjes en van die caramellen. Nou, oh, nou. Vind ik misschien wel lekker voor erbij. En voor de Pasen. En voor de Pasen leuke servetjes voor op tafel. Maar meer dan dat hadden ze niet voor paasachtige tafereelen. Dan heb ik gelukkig vorige keer wel in ieder geval de knutselspulletjes voor Pasen daar al gehaald. Die video zal ik ook even ergens linken, want die heb ik al opgenomen. Een aantal weken geleden had ik die al gehaald. Maar deze platte batterijtjes, die zijn op. Heb ik pas de laatste van gepakt, dus heb ik gelijk meegenomen. Zonnebrandcreme. Zonnebrandcreme mag je natuurlijk maar een jaar bewaren. En ik heb er nog wel een heleboel. Nee, die moeten dus eigenlijk weg. Deze heb ik nu even meegenomen, want dan de volgende keer als ik bij de Ethos moet zijn, haal ik die van Garnier mee. Die hebben de eentje van 50 SPF. En die kan je dan zo sprayen. En dan trekt het gelijk in. Hoef je ook niet in te smeren. Dus voor nu even deze. En een heleboel sokken. Want ik weet niet wat er met al mijn sokken gebeurt. Maar ik kan ze gewoon niet vinden. En ik moet er ook echt wel een aantal gaan stoppen. Maar ik dacht, ik weet niet wat ik ermee doe. Sommige zijn ook een beetje vies aan het worden. Dus ik heb het heel simpel gehouden. Alles wit. En dan heb ik voor de maat van Fleur. Die heeft echt wel maat 35 tot 38 nodig. De jongens hebben 31 tot 41, zou ik zeggen. 31 tot 34. En Brooke zit op 27 tot met 30. En die, al haar sokken, ja, die heeft natuurlijk tot nu toe altijd de hand-me-downs van de jongens gehad. Als ze wit gewoon neutraal waren. Ja, die zien er allemaal niet meer zo heel fris uit. Dus die heeft een dubbel pakketje. En voor ons ook maar gelijk een extra pakketje. Voor Pascal en voor mij. Dus het viel wel weer mee bij de Action. Ik moet dan ook wel zeggen dat dat social distancing dan ook wel meehelpt. Want je gaat niet op je gemakje een heel schap afscannen. Als je voelt dat er iemand achter je staat te wachten. Dan voel je eigenlijk toch een beetje bezwaard. Want ze kunnen niet langs je. En als er iemand bij een bepaald schap staat. Dan loop je ook wel door van, oh ja, hier heb ik toch niks van nodig. Dus je hebt wat minder impuls aankopen. Godzijdank. Dus dat is. Oké, volgende stap. Alles klaarmaken voor Pasen. Had ik misschien vorige week ook kunnen doen. Dat is een beetje lastig, want het valt altijd natuurlijk rond Brooke de verjaardag en daar wil je eigenlijk ook aandacht aan besteden. En ik heb nu sowieso weinig ruimte. Normaal gesproken, vorig jaar, het eerste keer dat ik hier paas heb gevierd, zodat ik de paashaas, deze bad boy, met de plankjes, daar neer. Maar er staat nu natuurlijk eigenlijk het schoolbord. En toen dacht ik, oh, dan hang ik het schoolbord daarop. Maar dat kan dus niet, want daar zit maar één spijker in en daar moeten er twee in en dan hangt hij dus scheef. Dus ja, ik denk wat ik ga doen. Is dat ik. Ik heb het hier nu allemaal weggehaald. Dan denk ik, ja, dan ga ik toch maar de paashaas denk ik hier neerzetten. Met de slingers en dingetjes. Zo.
En dan ga ik kijken of ik het schoolbord daar neer kan zetten. En anders... I don't know. Nou, dit is ook wat ik nu heb gedaan. Ik heb het koffietafeltje veranderd in het schooltafeltje met het whiteboard, de pennen en de stiften, rekenrek, ik kwam er even niet op, alle spulletjes die ze nodig hebben. Dit zijn eigenlijk gewoon meer boekjes van Logan en van Brooke, zit nog wat spulletjes tussen. Dit is Brooke's map voor bij mij. Er zitten wat werkjes nog in die ze nog kan doen. Ik moet nog even uitsorteren eigenlijk. En dan de dag, hoe noemen we dat ding, kalender idee voor het weer en de dag en de maand. Nou, alle spulletjes die ze heel veel gebruiken, inclusief de iPads met de kabeltjes. Is dat een beetje hun segment. En dan voorlopig staat het koffiezetapparaat hier en hier stond eerst het broodrooster. En dan dacht ik, zet ik het broodrooster daar neer. Maar dat vond ik niet netjes staan, dus ik heb hem in de la. Want Pascal is eigenlijk de enige die iedere ochtend de grootste boterham eet. Dus dat kan hij dan gewoon even duiden. Dan zet hij hem daar weer terug. Dus ja, we moeten hem even zo doen voorlopig. Misschien dat Pascal een betere oplossing heeft. Maar ik doe het maar even zo. Ik ga het met Boris uit de schuur halen en loop ik terug. En kijk nou wat er voor de deur staat. Oh. Allebei de kinderen hebben er eentje gehad. Van de school. Even zo laten zien. Kijk. Met een vrolijk paas erop en er zit een, ja het zijn dus narcissen zijn het zeker. En er zit een chocoladelolly in en chocolade eitjes. En er staat dan op, lieve kinderen, jullie zijn kanjes. Nou, heel verhaaltje. En dan namens alle juffen en meesters. En dus allebei, hoe schattig is dat? Ja, zo cute. Echt mijn hart. Er wordt hier echt nooit aangebeld, dus ik schrik dan ook echt van de bel als het wel een keertje gebeurt. Maar ja, meestal zijn we gewoon overdag niet thuis. Dus gaan de pakketjes naar mijn schoonvader toe. En ja, als we wel thuis zijn, kunnen mensen zo binnenstappen. Dus nou ja. Maar ik heb dus het pakketje ook binnengekomen van Brooke. Zal ik laten zien, zo cute. Ik heb dus wat dingetjes gekocht. Want ja, het is ook lekker weer. En Brooke heeft eigenlijk niks meer losgepast van vorig jaar. Logan wel. Want voor Logan hebben we vorig jaar best wel veel, 128 of 134 al gekocht. Omdat hij toen al best wel groot was voor zijn leeftijd. Maar Brooke heeft echt wel een groeispurt gehad. Die was vorig jaar, ja, ik ga zeggen 104, dat het al flink voor haar was. En ze zit nu in 122, 128. Die is echt wel flink doorgegroeid. We hebben sokken. Echt wat Binozi, dat is echt wel een leuk merk, vind ik persoonlijk. En dan heb ik de bijbehorende jurk. En ik heb van deze. En die sokken die daarbij horen, deze sokken, hoe kijk je dat? Die komen dus een andere keertje. Ik ga ze even opmaken. Die komt zo dat ik vanmiddag kan gelijk passen. Oeh, dit is een beetje. Wat is nou? Ik krijg een beetje heliumballonachtig. Kijk, nou is zo cute. Oh, dit gaat ze echt wel passen. Kijk nou eens. Hij is wel een beetje breed eigenlijk. Maar ja, misschien. Dit is maat 122. Ja, ik heb 122 voor de gekocht. Nou weet ik dat Binozi best wel groot valt hoor. Want ik heb vorig jaar 104 denk ik. 104, 110 de deelmaat voor haar gekocht. Van Binozi zomerjurkjes 2. En ze blijven gewoon heel lang heel mooi. Dus ik hoop dat ze dan heel de zomer aankomen. En die sokken erbij, echt briljant. Ik hou daarvan. Ik vind het is te matchy-matchy eigenlijk. Maar het is wel echt. Brooke en dan gaan ze het toch niet zo matchy-matchy aandoen. Want stel je voor: kind heeft meer stijl dan de moeder hoor. Dus. Kijk nou eens. Zo cute. Kijk nou. Oh, het is adorable. Oké, dus die heeft ze dan. Oh,
Overigens, de sokken hiervan heb ik dus, die zitten, de sokken die bij dit jurkje horen, die zitten dus nog bij het sorteercentrum of zo, denk ik. Want die moest ik dus bij een andere site vandaan halen. Want die hadden ze dus niet meer bij deze webshop. Dit is Kicks. En ik heb het nu bij Humpy. Oeh, dit is Q2. Dat is adorable. Het is echt een lekker zacht spulletje. Zo'n see-through. Kijk nou, cute. Vind ik echt leuk voor haar. Waarschijnlijk, we kennen de, gaat ze het gewoon zo dragen. Want dat vindt ze leuk. Kan op zich ook eigenlijk wel, denk ik. Dus ja, we gaan zien hoe ze het gaat combineren. Maar ik vind het echt heel cute. Er zitten zelfs stickertjes bij. Zijn het stickertjes of tattoos? Tattoos. Hier ook aan. Oh, er staan nog dezelfde ook. Super. Ik kan er ook geen zelf krijgen. Kijk nou, zo cute. Helemaal blij. Een jurkje. Vind je die leuk? En nog eentje, ja. En wat vind je van die? En kijk eens. Moet je zo nog eigenlijk, moet je zo pas het man even voor je houden. Kijk, dan dit jurkje met die sokken, kijk. Hoe cool is die? En morgen of overmorgen komt er van deze, met dit printje, een groen met roze stukjes, ook nog van die sokken erbij. Onder dit jurkje. Dat is er niet nu. Nee, dat was er nog niet. Wil je even passen met de sokken, of niet? Nee. Is het te warm? Mag maar even kijken? Maar ik wil er wel eentje aan blijven doen. Oh, oké. Deze passen. Zullen we die even passen dan? Wil je die passen? Deze passen. Oké. Okay. Hoe vind je hem? Mag ik een bakje pakken? Ja. Mam, even de kaartjes afknippen dan? Gewoon. Voorzichtig. Er zit ook geen breekwater. Nee, het is allemaal kleding. Kleding kan ook breekwater. Nou, dat hebben we bij jou wel gezien, ja. Standbeeld breekwater. Helemaal niet leuk, weet ik. Ik moet op een ander kastje denken, maar. Nou. Een broek! En dan wat is dit? Een hertogje. Een shirtje met. Wat staat er op? Daar staat op Urban Jungle. Een heleboel Urban Jungle. En dit is een shirtje. Een broek. Goed hè? Maar ze zijn wel een beetje. Ik denk dat de broek meer heeft dan mij gekregen. Even kijken hoor. Want... Ik heb wel heel veel pas opgelopen. Nee, je moet ook die jas nemen. Mama, die heeft namelijk best wel grote maten gekocht voor jou. Zullen we zo even passen? Dat is de maat van ja? Pascal. Voor de week vrijdag. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, die zijn er nog aan. Zullen we even een beetje passen? Even één broek en één shirt passen. Het is bijna 8:15. Kindje ligt al een uurtje beter. Ik heb even mijn haar gewassen. Kindjes hebben ermee geholpen. Vond ze helemaal de bom dat kan. Ik kan achterover zo'n debat. Maar goed, mijn haar is nu in de conditioner en kan dat zo uitspoeden. We hebben de trampoline even buiten gezet. Yes. Wauw. Ik wil eens morgen lekker springen. Maar terwijl ik de kinderen op bed aan het leggen was, hoorde ik dat ze van het weekend dus bij een vriendgezin zijn geweest. Met 3 kinderen. En daar zijn ze blijven slapen en een beetje spelen en zo.
Dus ik heb een behoorlijk boos berichtje naar mijn ex-man gestuurd. Van, joh, dat is gewoon echt niet aan de maatregelen houden. Het is zelfs strafbaar om met meer dan 3 mensen in één huis. Of, hè, met meer mensen ergens toe te gaan. Als je eigen gezin. Of hè, meer dan 3 mensen ergens hebben. Ik kreeg terug van, ja, ik vertrouw ook dat als de kinderen bij jou zien, je rekening houden met het virus. Niet rekening houden met het virus, je hebt iets strafbaars gedaan. Je bent naar een openbare gelegenheid gegaan. Met z'n vieren. En dan heb je met iemand afgesproken die met z'n vijven was. Dus nou ja. Ik ben echt pissig. Ik vind het niet oké. Okay. Nou, kan er nu niet veel veranderen. Maar dat is laatst wat ik niet heb gezegd. Dat kan ik vertellen. Maar dat was in ieder geval wel voor deze video. Ik hoop dat jullie hem ondanks alles wel even leuk vonden. Dus als het was, geef dan deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik je morgen weer. Doei!